En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. In de Gelderland stond vanmorgen dat de provincie Gelderland geen vergunningen meer geeft voor windmolenparken en zonnepanelenparken. Omdat Liander de stroom niet kan ontvangen. Wat vindt u daarvan? Ik vind wel dat ze daar een beetje gelijk in hebben, dat ze het niet doen. Nou, ik vind zo. Ik vind wel goed dat er zonnepanelen en molens komen. Maar dan moeten ze toch eerst iets aan Liander doen. Ja, we hebben het gezien inderdaad in de Gelderlander. En dat vinden we natuurlijk... Ja, erg verontrustend als daarmee wordt gestopt. Ik had het bericht nog niet gehoord, maar ik sta er echt van te kijken. Want dat is gewoon belachelijk. We hebben energie nodig. We vragen steeds meer energie. Dit is een schone manier om aan energie te komen. En het probleem moet niet neergelegd worden bij degene die nou een zonnepark willen gaan bouwen. Of windmolens gaan bouwen. Er zijn hele projecten in gang gezet. Die worden nou gestopt. Je moet het probleem neerleggen waar de problemen liggen. Liander wist al meer dan 10 jaar geleden dat hun net te beperkt was. Waarom wordt daar dan niet aandacht aan besteed? Nou zeggen ze, althans dat schrijft de krant, ja, er is weinig personeel en er is geen bekabeling mogelijk omdat er weinig personeel is en daardoor is het heel lastig. Dat is een hele makkelijke excuus. Er zijn vast mensen die dat willen doen. Je moet niet iets produceren waar je niks mee kunt. Maar is het niet zo dat Liander daar verantwoordelijk voor is? Ja, maar wie er verantwoordelijk is, maakt mij niet uit. Het gebeurt. Zo gebeuren een hele hoop dingen in Nederland. Dat is, er wordt in één keer veel gedaan, maar... Het uiteinde, dat werkt niet. Nee. Want ze kunnen ook geen woningen bouwen, want nee. De huizen kunnen niet voorzien worden van stroom. In Nijmegen-Noord staat van alles waar bewoond kan worden. En mensen kunnen niet wonen omdat er geen stroom is. En dan moet er een aggregaat naast het huis, naast die flat. Ja. Het is wel krap, ja. Dus er moet nodig wat dan gedaan worden. Het is wel een bekend iets wat vanuit energiecoöperatie, bij Bankhoef, daar zou ook een heel groot... Maar die zijn wel in gesprek met eventueel bedrijven, dat de bedrijven dan de energie af... En dan denk ik, dat is dan toch een goed alternatief. Ja, dat de bedrijven dus energie aan elkaar gaan leveren. Ja. Maar zo zie je dus ook hoe politiek werkt, van je kunt als... dorp, als stad heel veel willen, maar je bent ook weer afhankelijk van de provincie en de provincie is ook weer afhankelijk van het landelijk beleid. En zo vloeit alles in elkaar over. Want ik vind dat ze zetten de mensen maar te pushen om van alle zonnepanelen op te zetten en dan blijkt later dat het allemaal een farce is.